Welkom bij alweer de 31ste aflevering van NEC TV. Met deze week een verslag van de oefenwedstrijd tussen NEC en Manchester City onder de 21 jaar. Waren we bij de ruilmiddag van voetbalplaatjes. En tekenden supporters met Alex Pastoor een contract met betrekking tot de NEC Clubpolis. NEC won zaterdagavond de lastige uitwedstrijd bij VVV Venlo met 0-2. Een vol bezoekersvak zag in de 38e minuut Leroy George de 0-1 scoren. Na rust scoorde Lasse Schöne in de 73e minuut de 0-2. NEC boekte daarmee de derde uitzege van het seizoen en behaalde 10 punten uit de laatste 4 wedstrijden. I think it was really important because you know we want to achieve our objective to reach the playoff position. And against VVV, yeah, you know, the away match is always a hard work because, yeah, they are a physical stark team. So, you know, we had to fight this match. NEC heeft de top van het rechte rijtje gehaald en kan na dit weekend onder Vitesse komen te staan op de 8e plaats. Now we are on a good way to reach the European football and we have to keep focus and we are going to play again also the 3 points, you know, because it's every match now important. We have no more chance to miss or you know, just fail to get the 3 points. NEC moet het aankomende zaterdag tegen NAC zonder Kevin Comboy stellen. De verdediger ontving zaterdag in de wedstrijd tegen VVV Venlo een gele kaart. Dat is zijn 5e van het seizoen. Dat levert hem automatisch een schorsing van 1 wedstrijd op. Rens van Eijden, Kolwijk en Smofs staan bij NEC op scherp. Voetbalplaatjes. Je kan er niet meer omheen. De lokale supermarkten hebben de afgelopen periode druk gehad met de vele kinderen die het sparen van voetbalplaatjes helemaal geweldig vonden. En daarom kwamen ze woensdagmiddag 14 maart dan ook massaal naar de Plus Pop-up ruilmiddag in het Goffertstadion. En ontvingen ze 3 exclusieve voetbalkaarten van hun NEC-helden. Hoe populair zijn de voetbalplaatjes? Nou, wat me van antwoord kan ik daarop geven als er ruim 1000 kinderen hier naartoe komen om te zorgen dat ze het album nog vol kunnen krijgen. Dan denk ik dat de voetbalplaatjes nog razend populair zijn. Dus wat dat betreft denk ik van ja, de rage houdt eigenlijk niet op. Kinderen willen graag de voetbalplaatjes hebben, willen graag laten zien welke voetbalplaatjes ze hebben. En willen natuurlijk het album vol hebben, dus heel erg populair nog. De dubbele pop-up spelerskaarten werden massaal geruild. En de 3 extra voetbalplaatjes van John Gosens, Kevin Comboy en Zoltán Selesi waren hot. What do you think of your own picture? Not nice, not nice. We can... You don't look good at that? No, I don't think so. But okay, I can live with that. And when you were young, did you also collect something? Yes, I collect also from the players, but only signature, because that time we didn't get some kind of good things. But you don't like the picture? The picture not, but it doesn't matter. Maybe somebody else like it. Heb jij vroeger ook nog plaatjes, foto's gespaard van speciale spelers? Wat ik me kan herinneren, had je toen die munten. Van welke campagne dat was, dat zou ik eigenlijk niet meer weten. Maar ja, die munten heb ik wel gespaard. Ik zou alleen niet meer weten waar ze liggen, maar ja, een leuk initiatief. Van welke speler had jij heel veel plaatjes en foto's? Ik heb ze nu voor het eerst gezien, dus ik zou niet weten van wie. Vroeger? Vroeger altijd van Ronaldo altijd. Die kwam wel vaak voor, ja. Heb je daar ooit wel eens een handtekening van gehad? In het echt niet, nee. Dat... Jammer, hè? Zeker jammer. Ga je het ooit nog een keer proberen? Nee, ik denk niet dat ik hem nog tegenkom. Tijdens deze ruilmiddag werden er allerlei activiteiten georganiseerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om je favoriete speler te ontmoeten en direct een handtekening te scoren. Waarom is het nou zo leuk om voetbalplaatjes te sparen? Ja, want ik vind allemaal te gekke spelers en ik heb ook allemaal andere spelers van vorig jaar en van andere vorig jaren. En ik wil ze allemaal heel graag hebben. En heb je ze nu allemaal compleet? Niet, nog niet allemaal. En wat doe je nou allemaal met die plaatjes? Ja, die doe ik allemaal in een boek en dan ga ik
soms eens kijken en dan kijken of ik die kan rijden. En als ik een boek voor heb, heb ik twee boeken. Eentje voor mijn broertje en eentje voor mij. En dan kunnen we samen gewoon lekker mee spelen. Maakt ook voetbalplaatjes? Ja, dat klopt. Ben je niet te oud voor de voetbalplaatjes? Nee hoor, ik niet. En heb je al alles compleet? Nog niet. Ik ben hard bezig om alles vol te krijgen. Gaat het lukken vandaag, denk je? Ja, dat gaat wel lukken. Wauw, die is wel heel mooi. Ja. En wat ga je nou mee doen? Ga je nou aantrekken? Niet nu. Ga je ook nooit wassen, denk ik, hè? Nee. Ja, misschien. Tafel met allemaal ouderen. Ja, en? Ja. Je moet wat doen voor de kinderen, hè? Voor de kleinkinderen. Zijn voor de kleinkinderen. Voor de kleinkinderen, uiteraard, natuurlijk. En dan gaan wij dan zo eens een keertje naar buiten. De Plus Pop-up Ruilmiddag vond niet alleen plaats in het Goffertstadion, maar ook in alle andere eredivisiestadions. In Nijmegen was het in elk geval een groot succes. Vorige week, woensdag 14 maart, stond er een vriendschappelijke wedstrijd op het programma tussen een combinatieteam van NEC en Jong Manchester City. De wedstrijd werd gespeeld op het voetbalveld van AWC in Wijchen en trok maar liefst 1000 toeschouwers. De entree was gratis en het was voor de bezoekers een genot om te zien hoe de jeugdige talenten van beide ploegen streden voor een overwinning. Opstellingen met enkele bekende namen. Aan de NEC-zijde dus een combinatieteam onder leiding van A1-trainer Arno Arts. In de basis een aantal A-junioren, aangevuld met selectiespelers Loen, Stadhouders, Latu Peressa en Joshua Smits, de vierde keeper binnen de selectie. Daarnaast speelde de 16-jarige Zweedse spits Admir Bajrovic in de basis bij NEC en de 22-jarige Zuid-Koreaanse flankspeler Lee Dong-hyun. Beide heren waren vorige week in Nijmegen te vinden vanwege een stage. En dan bij City. Daar speelde onder andere Karim Rekik, een Nederlands talent die uit de jeugdopleiding van Feyenoord komt. Filippo Mancini, de zoon van hoofdtrainer Roberto Mancini. En Michael Johnson. Hij maakte reeds zijn debuut voor de eerste helft van Manchester City. Keeper aan Engelse zijde was Johansson. Het was NEC dat voornamelijk in de eerste 20 minuten de grootste kansen kreeg. In de 14e minuut een kans van Bajrovic met een schot op doel. Helaas raakte hij de bal niet goed. Een minuut later probeerde Stadhouders het nog eens voor NEC. Zijn schot op doel werd door Citykeeper knap gered in de kruising. Aan NEC-kant was er dus ruime tijd veel druk te zien in de aanval. Diverse corners waren kansrijk, maar het kwam helaas nog niet tot scoren. Manchester City bewees daartegen dat zij wel voldoende hadden aan slechts een enkele kans in de eerste helft. Nadat de bal knap werd gecontroleerd via de borst van Johnson, wist de spits in de 32e minuut met een fraai lopje over de keeper Joshua Smits voor de 0-1 te zorgen. City dus in de eerste helft op voorsprong. NEC gaf de moed zeker niet op. Ook de ploeg van Arno Arts speelde op serieus niveau en ging dus voor de kansen. 10 minuten voor de rust was NEC-proefspeler Bajrovic dicht bij de gelijkmaker in de eerste helft. En probeerde Dong-hyun het ook nog eens, maar helaas, het schot miste het net. In de tweede helft waren er bij beide partijen diverse wissels. Trainer Arno Arts die gaf bijna de gehele reservebank de kans om in actie te komen. Manchester City bracht ook verschillende wissels in en gaf onder andere reservekeeper Lawler speelminuten. En dan de tweede helft, die begon met een grote kans aan Manchester City-zijde. Aanvallende middenvelders Capuzzi was dicht bij 0-2, maar wachtte te lang met het schieten en daarom kon Smits de bal prima redden. In de 50ste minuut verdiende NEC een vrije trap en Caifano Latu Peressa was de man die de vrije trap mocht nemen. De kans zette NEC op de gelijkmaker. Door een schot van Bajrovic werd het 1-1. Het schot werd aangeraakt, waardoor het doelman Lawler kansloos liet. NEC kreeg in de tweede helft zeker kansen om op voorsprong te komen, maar deze werden niet benut. De winnende goal kwam uiteindelijk van Lucas Capuzzi. Invaller Benali gaf de bal voor aan de Italiaan en hij zette vervolgens een goede aanval om in een treffer. Keeper Smits wist de bal niet te redden en daarom eindigde de wedstrijd in een 1-2 nederlaag. Tijdens de wedstrijd waren diverse geïnteresseerde scouts aanwezig en was NEC'er Abdisalim Ibrahim en John Guidetti, Feyenoord-speler gehuurd van Manchester City, aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd. Al met al een mooie wedstrijd. Niet alleen de supporters hebben deze avond genoten. Nou, ik vond het op zich van tevoren denk je, nou, Manchester City komt met een heel sterk elftal. En het is een heel sterk elftal als je allemaal de kerels ziet.
fysiek heel erg sterk. Ja, toch gemiddeld twee jaar, drie jaar ouder dan mijn team. Nou goed, ik denk dat de jongens het heel goed hebben gedaan vandaag. Vorige week, vrijdag 16 maart, mochten weer een groep supporters een contract tekenen bij NEC. Niet om het komend seizoen als profvoetballer aan de slag te gaan, maar om hun onvoorwaardelijke liefde voor de club te tonen. De supporters maakten de overstap naar een nieuwe zorgverzekering. De NEC Clubpolis van zorgverzekeraar Mensis. Ik ben een soort van handtekeningen en fotosessie aan het doen met mensen die overgestapt zijn naar Mensis zorgverzekering. Hoe is hij nou in het echt? Klein. Klein. Ik kijk altijd van de andere kant. Vanuit de Hazenkamp kijk ik naar de overkant. En dat is natuurlijk een paar meters. Maar nu lijkt hij kleiner als dat hij op veld lijkt, ja. Ja. En u heeft net een contract ondertekend. Is dat vanwege de polis of toch omdat u NEC-fan bent? Nou, ik heb hem hoofdzakelijk genomen. Ik wilde sowieso switchen. En ik heb deze hoofdzakelijk genomen omdat ik NEC-fan ben, ja. 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 Wat vindt u het belangrijkste bij een goede zorgverzekering? Dat het een zorgverzekering is. Dat wil dus zeggen dat ze de zorg dekken die mensen nodig hebben. En de meeste zorgverzekeringen die zijn dit tegenwoordig de zorgverzekering aan het uitkleden. En mogen ze dus eigenlijk wat mij betreft geen zorgverzekering meer heten. Eind vorig jaar startte NEC samen met zorgverzekeraar Mensis de campagne en daarmee de belangrijkste boodschap. Dat iedereen met deze zorgverzekering behoort tot de A-selectie. Nou, als ik dat naar mezelf terugkoppel, dan vind ik het belangrijk dat de zorg voor gezondheid, want daar hebben we het over, dat je dat gedekt hebt voor jezelf en voor het gezin als je dat hebt. Nou, ik heb dat dan toevallig. En wat ik ook belangrijk vind, is dat op het moment dat je geholpen wil worden, ja, dat je niet dat je dezelfde behandeling krijgt als iemand die toevallig, in dit geval voetballer is of trainer. Maar dat je net zo vooraan staat als die mensen. Heb je ooit eerder zoveel contracten ondertekend? Nee, sowieso nog nooit. Maar zeker niet in zo'n korte tijd. Maar ik vind het wel heel leuk. Dus de mensen vinden het ook leuk. En zoals je net kon zien, dan kunnen ze wat vragen stellen. En dan kun je toch wat meer vertellen wat je eigenlijk overdag allemaal doet. Want de meeste mensen zien eigenlijk uitsluitend de wedstrijd of de samenvatting. En als je dan kunt vertellen wat je ook overdag doet, dan is dat soms wel eens heel prettig. Misschien voor hun leuk, maar voor jou als trainer ook wel eens prettig. De contractsondertekening werd officieel vastgelegd, waarbij de verzekerden 1-voor-1 met Alex Pastoor op de foto werden gezet. Ook kregen de gasten een exclusieve rondleiding door het Goffertstadion. Ze kregen een wandeling door het businessgedeelte. En daar hoorde natuurlijk een kijkje in de gaanderij en de longeboxen bij. En ook werd het stadion verkend vanaf de tribunes, kregen de verzekerden een tour door de catacomben en mochten ze de kleedkamers even zien. De genodigden gingen niet alleen met een contract naar huis, maar ook met een NEC-tenue, waarbij men zelf kon kiezen welke naam en welk rugnummer daarop moesten komen te staan. Van Melvin Platje. Melvin Platje, mocht zelf de naam kiezen? Ja. En waarom Melvin Platje? Melvin Platje is heel goed van Amsterdam voor Amsterdam geweest. En je gaat hem ook echt dragen? Ja. De zorgverzekeraar is tevens maatschappelijk partner van NEC. Samen met Wij Staan voor de Wijk ondersteunen zij diverse maatschappelijke projecten die bewoners en vooral kinderen uit de regio Nijmegen aanzetten om te gaan sporten en gezonder te gaan leven. We sluiten deze aflevering van NEC TV af met een quizvraag. Het goede antwoord van vorige week op de vraag welke spelers naast Maurice Graaf en Dennis Gentenaar nog meer voor NEC als VVV hebben gespeeld, moest zijn Jeffrey Lijnwakker-Bessie, Arno Arts, Rijn Baert, Youssef El Akchoffi, Paul Jans, Yasser Takak en Roy Grootaert. Helaas had niemand de vraag van vorige week goed, maar niet getreurd. Deze week weer een nieuwe ronde en dus nieuwe kansen. Aankomende zaterdag speelt NEC haar uitwedstrijd tegen NAC. Welke speler scoorde en gaf 2 assists in de grootste overwinning ooit van NEC op NAC Breda? Dus wil je weer kans maken op een gesigneerd NEC-shirt? Mail dan het goede antwoord naar het onderstaande e-mailadres. Dit was NEC TV. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan.